Vagha Dreris, welkom op de eerste editie van de Intercity Cup in Assen. En vandaag is day 2 en vandaag zijn het de knockout stages. Wat wil zeggen dat de teams die gisteren zijn gekomen zich hebben bewezen om hier vandaag te staan. We gaan zien wie de winnaar gaat zijn van de Intercity Cup. Let's go! Wow, ik ben hier met de captain van Black Star United. De coach van FC Dilbeek, broer. Met de captain van FC Amo. Met de captain van FC Roeselare. Hoe verloopt het toernooi voor jullie tot nu toe? Allee, dat gaat nog goed. We zijn nu 12-12. Alles nog gewonnen in de groepsfase. Nog zien hoe het gaat verlopen in de knock-out fase. Maar voor ons is er niet echt een mis aan het lopen. Dus alles gaat nog goed. Hoe gaat het toernooi voor jullie tot nu toe? Wel, ik kan jullie liegen, heel goed. Ja. Gisteren was een positieve dag, 4 matchen, 3 winst. De ene verlies was een beetje, ik kan je niet liegen, we vonden het ongelijk. Een beetje met de referee te spelen, maar voor de rest, het gaat tot nu toe goed. Je ziet de boys staan scherp, mentaliteit is er, iedereen wil hier winnen, we komen niet om spelletjes te spelen. Dus ja, eerlijk, we staan er klaar voor. Amo, hoe was jullie toernooi gisteren verlopen? Gisteren een vrij makkelijke dag gehad, goede overwinningen. Een beetje nonchalant op het einde, maar al bij al wel goed. Hoe was het toernooi gisteren voor jullie verlopen? Gisteren, eerste wedstrijd was een beetje gevoelsgroepen, een beetje aanvoelen hoe dat is. Jammer genoeg verloren, tweede wedstrijd gewonnen met 4-0. Die vibe kwam, dan jammer genoeg de laatste twee wedstrijden verloren. Met 1 doelpunt verschil, dus ja. Dus ik heb gezien dat jullie eerste wedstrijd van de knock-out fase was tegen Kesselo, maar ze hebben forfait gegeven. Had je zin om te spelen of vind je dat een betere kans om tot naar de finale te geraken? Ja, dat is sowieso een betere kans om naar de finale te gaan, maar we willen spelen, we willen game. Snap ik. Wat vind je tot nu toe van het toernooi, de organisatie en zo? Ja, het toernooi, je ziet wel, iedereen heeft sowieso zijn best gedaan. Er zijn een paar foutjes hier en daar, maar ja, niet alles gaat perfect, hè, dus... Iedereen doet zijn best. Voor mij is het nog goed. Maar ja, een paar puntjes hier en daar. Oké, jullie zien, Dilbeek is echt ready gekomen. Als je tot nu toe één speler van jouw ploeg zou mogen kiezen dat MVP zou verdienen, wie van jouw ploeg zou jij dan kiezen? Heel goede vraag. Ik kan je niet liegen, er zijn veel spelers. Maar als ik echt eentje moet kiezen en voor mij gisteren echt de top was, dat was Thomas. Thomas, onze spita en soms zelfs flank. Thomas, hij deed het werk, hij heeft nooit geklaagd. Hij stond er altijd, hij heeft alle matchen gespeeld, fulltime. Hij heeft alles gelopen, van achter naar beneden. Dus Thomas, broer, Thomas. Nee. Het is collectief, beste ploeg. Iedereen draagt zijn steentje bij. Ik ben nog voorlopig aan het twijfelen tussen twee spelers. Enzo, rechtsbak, die mij eigenlijk het meest heeft gechoqueerd. Maar ook centrale verdediger Leandro, die... eigenlijk een van de meest effectieve spelers is van onze ploeg. Hij was heel sterk van achter. Hij heeft ons heel veel eigenlijk gered van aanvallen, gevaarlijke aanvallen die we kregen. Dus hij zou ik eigenlijk wel MVP geven als ik een naam moet geven, Leandro. Yes. Dilbeek speelt vandaag dus de knockout stages en zij spelen de volgende match tegen FC Amo. En ze gaan natuurlijk proberen zo ver mogelijk te geraken en het toernooi te winnen. Coach, nog eens bedankt om te participeren. En veel succes nog, hè. Dankjewel. Yes. Oké, gisteren hebben jullie goed gespeeld, waardoor jullie vandaag in de knockout stage staan. Jullie hebben net Roeselare uitgeschakeld. Wat vond je van de match die net is gespeeld? Een beetje zoals gisteren. In het begin een beetje te lax, maar daarna hebben we gewoon goed gespeeld. En ons team is echt wel sterk, dus makkelijke overwinning al bij al. Jullie hebben goed gespeeld, bedankt om mee te doen. Zie je het zitten voor volgend jaar? Gaan jullie nog eens terugkomen? Gaan jullie met een beter team komen? Nog hongerig of hoe zit het voor volgend jaar? We gaan sowieso nog hongerig komen. Sowieso, we gaan volgend jaar meedoen, denk ik wel. We gaan dan proberen om hier te winnen, man. We gaan niet meer verliezen. En we willen misschien nog een revanche naar Aalsten. Oké, jullie hebben het gehoord. Roeselare komt hongerig volgend jaar. Nog eens bedankt om mee te doen. Ja, was... En we zien wel voor volgend jaar. Hè? Ja, okay. Hi, thanks, man. Dank je wel. Ja, is geen probleem. Nog eens bedankt om te participeren. En veel succes nog in het toernooi. Yes, let's go. Oké, jullie horen het hier. Kapitein van Black Star United. Gisteren 12-12 gepakt. Dus mensen verwachten eigenlijk veel van jullie. En we zullen zien hoe ver dat ze het halen. Hè. Leo, bedankt nog. En veel succes nog. Yes. Yes, ik ben hier vandaag met de spits van FC Amo. Oké.
Hoe verloopt het toernooi voor jullie tot nu toe? Tot nu toe verloopt het toernooi goed voor ons. We waren voetballend heel goed de eerste dag en nu zijn we door. Ondertussen al naar de halve finales. We spelen goed samen en we motiveren elkaar elke keer. Als we bijvoorbeeld een goal scoren, zijn we er altijd voor elkaar gedaan. Oké, als je één speler van jouw ploeg zou mogen kiezen die tot nu toe echt uitsteekt, wie zou jij dan kiezen? Mezelf. Nee. Jullie hebben het gehoord. Spita van FC Amo kiest zichzelf gewoon als beste speler van de ploeg. Nee, ik kan niet op deze vraag beantwoorden. Maar iedereen hij heeft al geantwoord, man. Iedereen is goed bezig. Iedereen is heel goed bezig. En zo naar mijn team, man. Oké, ik ben er met de spelers van. Blackstar United. Nu is Aalst tegen United bezig. Wat denken jullie dat de score gaat zijn? Dat maakt niet uit. Eender twee, we gaan hun slagen. We hebben hun al geslagen, dus we slagen hun opnieuw. Oké, wat denk jij? Ik denk Aalst. Oké, als Aalst wint, dan moeten jullie eigenlijk de volgende match tegen Aalst. Wat is jullie pronostiek voor die volgende match? Jantje. 3-0? Ja, 3-0 zeker. Oké, jullie horen het hier. Blackstar United denkt dat ze de volgende match tegen Aalst 3-0 gaan winnen. En we zullen wel zien. Dus jullie denken ook dat jullie het toernooi gaan winnen dan? Ja, zeker. Ongeslagen, toch? Ongeslagen. Dat is een ding naar Amo dingen toe. Om die ploeg. FC Amo? Ja. Zeg je, coach. Dus nu, jullie hebben gelijk gespeeld tegen United en jullie komen in penalties terecht. Ja. Wat denk je dat er nu gaat gebeuren? Wat gaat er allemaal doorheen als coach? Ik kan echt niet zeggen wat er nu gaat gebeuren. Ik hoop dat we gewoon gaan kunnen tonen dat we voor onze buurt spelen en dat we met onze hart spelen. Yes. Kijk, we zijn hier gekomen met heel de stad. Iedereen is er vandaag. Iedereen is er voor hun stad. Aalst represent. Snap je wat ik bedoel? We komen hier naar Assen met onze eer, onze hart moet spelen. Dus ik hoop gewoon dat deze penalty gaat vooruitnemen voor de continuïteit van het toernooi. Yes. Coach, ga maar bij je team. Succes. Oké, dus FC Aalst heeft net gelijk gespeeld tegen United en het zijn penalties. Ja. 5 penalties per ploeg. Pronostiek, ik denk dat Aalst toch gaat winnen met de penalties. Dus de tegenpartij gaat 2 penalties missen. 2 penalties missen? Ja. Oké, we zullen wel zien. Niet zijn penalties, kom. Wat denk je pronostiek penalties? Ja, ik weet niet, bro. Rafa, wie denk je dat gaat winnen? Huh? Wie denk je dat gaat winnen in de penalties? Ik denk Aalst. Aalst? Ja. Ik denk die andere equipe. Die andere ploeg. United? Ja, United. Mom. Wie denk je? Ik denk Beeks. Beeks? Hoeveel penalties denk je? Ik weet niet, man. Ik weet echt niet. Nee. Wie is er nog? Kom. Wie denk je? Boer, kom hè. Wie denk je dat gaat winnen? Aalst of United? Ik denk dat Aalst gaat winnen, man. Ik ben hier met de coach van FC Aalst. F3. Bon, vorige match, wat vond je ervan, man? Ik zeg eerlijk,
De ploeg was United, daarom de United. Hè. Die hebben ons toch wel bang gemaakt, man. Ja, man, we waren denk ik een beetje met te veel vertrouwen gekomen. We krijgen die 1-0. Nu ja, goed was met ons. Laatste minuut 1-1 en we winnen met penalty. Hopen dat deze match nu niet zo gaat gebeuren, maar ze hebben ons toch wel moeilijk gemaakt. Si. Wat zijn jouw doelen nog deze toernooi? Wat heb je gedaan natuurlijk? Wat zijn jouw doelen, man? Ja, kijk, wij komen sowieso altijd op het toernooi om te winnen. Dus mijn doel is sowieso die eerste plaats en terug gaan met de beker naar huis. Ik ben hier met de coach van Blackstar. Uit. Het is jullie eerste match vandaag, direct halve finale. Stress, hoe voelt je daarbij? Wat zijn de feelings? Ik ben nog rustig, man. Ik denk het is wel haalbaar om deze match te kunnen winnen. Dus ik denk er veel vertrouwen in op mijn spelers. Dus ik denk dat het goed komen. Wat zijn jouw doelen nog deze toernooi? Wat moet je bereiken nog? Gewoon winnen, man. Ja? Gewoon winnen, man. Je hebt gelijk. Jij was hier gisteren ook. Wie van jouw spelers vind je tot nu toe een van de beste spelers, MVP? Er waren echt veel goede spelers. Als ik echt moet uitkiezen, ga ik wel voor mijn bro daar. Kom even bij, jongen. Kom bij. Vind je dat hij gelijk heeft? Wat vind je ervan? Nee, we moeten altijd humble blijven. Ja, ik vind voor mij, van onze ploeg, Tristan de Greef, goede speler, technisch. Hij speelt een beetje te veel, maar als hij serieus is, wordt het hem wel. Humble, jongen. Dus ik ben hier met een trouwe supporter. Hij is sinds gisteren. Ja. Zeg mij, wat vind je van het toernooi tot nu toe? Goed georganiseerd. Heel veel spanning. Dus dat is echt wel een goed toernooi, goed georganiseerd. Nu is het finale. Ammo tegen Aas. Wat is het pronostiek, maar wat denk je? Ik ga niet liegen, ik heb Aas gezien. Ook gisteren hebben we nu een nieuwe ploeg. Ik weet niet. Is shaky, want Assen is wel niet van niveau verzwakt. Assen is wel jouw eigen cité, hè? Ja, Assen is ook niet van niveau verzwakt. Maar ik heb het gevoel dat Aas nu sterker zijn geworden, man. Dus ik weet niet. Is het techie one? Maar ik denk wel Assen, man. Assen, het wordt heel close, maar ik denk wel Assen, man. Hey, Sissi, je blijft trouw samen met hem. Toi, monsieur. Oh, mijn pronostiek. Pronostiek final. Pronostiek 2-2, penalty. Amo wins. Non, man. Mon gars, merci. Geniet er nog van, toi aussi. Merci beaucoup. Et on s'attrape. À la prochaine. Amo! Oké, voor iedereen, ik ben hier vandaag met. Oké, je hebt een speler bij? Maar hij zegt Amo. Oké, sorry, verdediger van? Oké. Wat vonden jullie van de finale? Goede finale tegen sterke tegenstander. Hij zegt Aas. Ik denk dat we de finale toch wel verdienen te winnen. En het was een mooie overwinning. Oké, we hebben hier een trouwe fan van FC Amo. Wat vond je van het weekend? Hoe vond je dat FC Amo gepresteerd heeft? FC Amo is sowieso top. Top van de top. Ik vond het op papier en op veld beste ploeg. Beter dan Aas, Brussel en al die anderen. Vond je de selectie ook goed? Of denk je dat er een paar spelers zijn die ze misschien gemist hebben? Die ze beter op de selectie konden zetten? Ze hebben sowieso een paar spelers gemist. Ik vond dat de selectie goed was, maar ze hebben niet goed laten draaien. Ik vond dat het niet goed werd gedraaid. Dat sommige goede spelers te lang op de bank hebben gezeten in het begin van het toernooi. Maar ze hebben daarna beseft dat de spelers gewoon moesten starten. Zoals Amin Benfria. Ik vond dat hij sowieso moest starten. Elke match en richting het einde van het toernooi begon hij elke match te starten. Dus dat was al beter. Oké, eigenlijk was bijna elke match voor Amo was een beetje makkelijk. Behalve de laatste tegen Aalst. Ja. Had je dat verwacht?
Had je een andere uitkomst verwacht? Om eerlijk te zijn, ik wist dat FC Amo ging winnen. En ik vind, om eerlijk te zijn, de match tegen Dielbeek een beetje leuker om naar te kijken. Okay. En om welke reden? Gewoon meer spanning, de spelers gingen meer in duel en zo. Okay. Tegen AS was het een beetje rust. Oké, ik ben hier met de twee verdedigers van FC Amo. Jullie hebben net de finale gewonnen tegen FC Aalst. Was de uitkomst zoals verwacht of had je misschien iets anders verwacht? Zoals verwacht, ik had al gezegd voor de match dat we een sterke ploeg hadden. We zijn goed in de opbouw, wij kunnen goede aanvallende acties creëren. En dat hebben we vandaag bewezen. Met 10 kansen hebben we maar 2 kunnen binnen doen. Maar we zijn gewoon, en dat is het belangrijkste. Wij hebben dit gedaan voor onze stad. En dat is het enige wat telt. Ja. Oké, ik ben hier met de enige echte bezig, degene die dit toernooi mogelijk heeft gemaakt. Wat vond je van de eerste editie van de Intercity Cup? Ik denk zeker goed. Sowieso werkpuntjes, maar we zijn blij dat we veel lachende gezichten hebben gezien. Dus kan qua. Oké, die werkpuntjes pakken we gewoon mee naar volgend jaar dan. Mee naar volgend jaar. Tweede editie, dat is al een snippet. Ja. Wees daar, als je niet sterk bent, blijf thuis. Oké. Wat vond je van de kwaliteit van de ploegen die hebben meegedaan? Dus alle 10 teams. Ik zeg wel, veel goede ploegen, sommige ook iets minder. Misschien sommige te goed. Dus bij deze, alle ploegen die denken dat ze show zijn, alle steden, we wachten op jullie man. Tweede editie, wees daar of wees niks. Wat vond je van de organisatie van het toernooi? Hoe vond je dat toernooi verlopen is qua organisatie? Ja, het was een beetje chaotisch natuurlijk. Het is mijn eerste keer dat ik dat doe. Het is ook een beetje zoeken. Maar sowieso shout-out naar alle vrijwilligers die mij hebben geholpen. Al mijn Mathis, sowieso shout-out naar Yasu. Shout-out naar mij achter de camera, shout-out naar Idrissa. Shout-out naar Niels, shout-out naar Speedteam. Shout-out naar alle sponsors, shout-out naar FC Ammo, je weet man, winning team. Yes sir. Zijn er andere teams die niet hebben meegedaan aan dit toernooi dat je echt er graag zou willen bij hebben? Dus dat is misschien een uitnodiging van volgend jaar toe. Ik denk dat iedereen wel weet wie. Ik ga niet praten, ik ga geen namen vernoemen, maar iedereen weet welke ploeg. Iedereen weet op wie we wachten. Ik hoop dat ze zelf wel doorhebben dat het over hun gaat. Dus bij daar, jullie weten, zijn uitgenodigd. Nu even over het team die je hebt samengesteld, FC Amo. Van waar komt de naam Amo ten eerste? Dus Amo komt dus eigenlijk, dat is onze politiezone. Ik denk, dat zijn allemaal verschillende gemeenten samen. Je hebt dus Assen, Merchtem, Opwijk en Wemmel. Dat staat voor Amo. Ik denk dat je sowieso, als je gewoon een gemeente pakt, dat niet eerlijk is als je gewoon tegen een stad speelt. Dat heeft natuurlijk veel meer talent, veel meer spelers, je hebt ook veel meer keuze. Dus bij deze hebben we gewoon onze politiezone samengesteld. Het zijn allemaal ploegen die zeg maar uit de buurt komen. Allemaal spelers die uit de buurt komen, dus kom je volgend jaar terug voor die beker? Broer, die beker. Een andere, maar dan tweede editie. Tweede editie, boys. Oké, ik hoor je. Oké, ik ben hier met Yannick, de co-organisator van Intercity Cup. Zeg mij eens, wat vond je van de eerste editie? Ja, ik ben eigenlijk heel blij met hoe dat toernooi is verlopen. Het was een eerste keer. Het was een hele uitdaging voor ons om zo'n groot toernooi te organiseren over 2 dagen. Maar ik ben eigenlijk wel redelijk blij met hoe dat is verlopen. Er zijn sommige problemen geweest, maar dat vind ik redelijk kunnen oplossen zonder te veel problemen. En ja, alles wat dat tijdens het toernooi ook is gebeurd, hebben we ook op de juiste manier kunnen aanpakken met alles wat wij konden. Oké. Wat vond je van de ploegen die hebben meegedaan? De kwaliteit van de ploegen, de kwaliteit van de wedstrijden? Word je het goede ploegen of zou je misschien nog betere ploegen voor volgend jaar uitnodigen? Altijd beter is goed. Beter is altijd goed. Maar ik ben ook heel blij met de kwaliteit van de ploegen die we nu hebben gehad. Want ik denk dat iedereen het heeft gezien, er waren goede spelers aanwezig. We hebben echt mooie acties gezien, mooie combinaties, mooie persoonlijke acties. Dus ja, ik ben heel blij, maar beter is altijd. Ja, ik hoor je. Heb je iets aan de mensen te zeggen over de tweede editie? Kan je al een klein beetje uitleg geven? Is er misschien een ploeg dat je ook graag zou willen hebben op dit toernooi, dat niet gekomen is dit toernooi? Ja, ik denk. Van de editie gaat gewoon nog veel beter zijn eigenlijk. Van de editie wordt een groter budget, meer tijd om te voor te bereiden. Alles wordt beter, letterlijk. Betere stadions, betere plannen, dus ook betere kwaliteit van spelers. Ik denk dat dat er sowieso mee komt. Dus ja, alles in beter eigenlijk. Betere prijzen ook. Dus ook zeker meer... Zeker meer uitrekking voor andere spelers om te komen. Dus, en ook natuurlijk nog meer scouts. Nog betere clubs. Yes. De spelers hier willen jullie allemaal bedanken dat jullie de kans hebben gegeven dat ze hun talent hier konden tonen. En hopelijk tot volgend jaar voor de tweede editie. Ja. Yes, sir. Yes. Ciao, man. Oké, ik ben hier vandaag met de linksachter van FC Amo. Oké, ook degene die 1 van de 2 keer heeft gescoord in de finale tegen FC Aalst. Hele mooie goal. Jullie gaan die nu zien.
Wat ging er allemaal door jouw hoofd nadat je die goal hebt gescoord? Ah, ik was blij, alleen maar goede moed. En ja, ik weet niet bro, ja. Ik hoor je, het was een hele mooie goal. We hebben gezien, je bent daarna gaan celebreren bij mensen in het publiek. Mijn grote broer, Salimain, dat is mijn grote broer, je heet. Ja man, shout-out naar die grote broers. Hoe vond je dat FC Ammo het heeft gedaan op het hele toernooi? Goed gepresteerd, alles was netjes, goede toernooi, mooi georganiseerd. En ja, we hebben elke match alles gegeven, alles proberen zoveel mogelijk te scoren. Ja. Het was een goede toernooi. We zijn er bro. We gaan het lukken. We zijn van de buurt. Alleen maar talenten. Dat is alles. Dat is alles. Verloren finale, maar is niet er. Het is niet slecht, maar bon. FC Ammo, alleen maar talenten deze kant. Alleen maar talenten. Si. Allemaal komen volgend jaar, volgende editie Ammo. Volgende editie Ammo, komen we meer ploegen zien. Grote toernooi, man. Sowieso. Si. 47. Oké, Dreris, dit was dan de eerste editie van de Intercity Cube. Shout-out naar alle ploegen die hebben meegedaan. Shout-out naar alle ploegen die van ver zijn gekomen om mee te doen. Ook shout-out naar alle vrijwilligers. Ook een SO naar Asse Zellik. Alle vrienden van Bezi die allemaal hebben geholpen. Wij danken jullie daarvoor en hopelijk zien we jullie terug op de tweede editie. Hopelijk is er meer publiek. Kom gewoon kijken. Tickets is niet duur, maar kom gewoon kijken. Yalla, ciao.